145 jaar Hindoestaanse immigratie. In dat kader vond vandaag, of zijn 32 nazaten van de Hindoestaanse immigranten door president Desiree Bouterse gedecoreerd. De decoratieplechtigheid vond plaats in de congreshal. De president begroette de aanwezigen in verschillende talen. Hij deed dit om aan te geven dat deze talen een unieke rijkdom van ons land zijn. Het staatshoofd gaf verder aan dat de Surinaamse taal een voorbeeld is van de eenheid die wij met elkaar hebben. President Bouterse benadrukte dat Suriname in deze zo verdeelde wereld is uitgegroeid tot één van eenheid en vrede. Vandaag de dag uiten wij liefde en respect voor elkaars cultuur, taal, religie en elkaars gewoonten, gebruiken en tradities en dus voor elkaar. In dit bijzonder jaar, en wel vandaag op 5 juni 2018, herdenkt de Surinaamse gemeenschap precies 145 jaar hun Hindoestaanse immigratie. Na 5 juni 1873, de dag waarop de eerste Hindoestaanse contractarbeiders voet aan wal gezet hebben in Suriname, zonder toen nog te weten dat dit land hun nieuw land en geliefd vaderland zou worden. Het land waar de meesten van hun en hun nakomelingen hun dromen zouden realiseren. De president memoreerde dat hij in 2013 het beroep had gedaan op de gemeenschap om de laatste resten van het hokjesdenken definitief achterwege te laten. Het staatshoofd constateert 5 jaar later dat wij met z'n allen grote stappen hiertoe hebben gezet. We moeten verder gaan met elkaar te accepteren. En dit voor het grote doel, namelijk natievorming. Geachte decorandi, u bent door verschillende organisaties voorgedragen om vandaag voor het voetlicht geplaatst te worden. Gaat u voort in het werk dat u dagelijks verzet om deze natie te willen binden tot één volk, zoals onze Surinaamse Srinivasi dichter. Landgenoten, onze multi-etnische en multiculturele rijkdom is de wereldgemeenschap niet ontgaan. Suriname als land, ver van Azië en Afrika, kent een multi-etnische samengestelde bevolking waar de Hindoestaanse gemeenschap ook integraal deel van is. President Desiree Bouterse vanmorgen in de congreshal, waar er 32 nazaten van Hindoestaanse immigranten zijn gedecoreerd. De hoogste onderscheiding ging naar Manoj Hindori en John Krishnadat, namelijk commandeur in de ereorde van de Palm. Verder zijn er onderscheidingen geweest in de eremedaille in goud in de ereorde van de Palm en ridder in de ereorde van de Palm. 3 personen zijn gedecoreerd als officier in de ereorde van de Palm, te weten D.C. Lakshmi Narayan Dubey, Narayan Dat Gankaram Pandey en Hemraj Dasasingh.